Wie wil er nou eigenaar zijn van apparatuur die nog voor het verstrijken van de afschrijvingstermijn al verouderd is? Eigendom is dan een beetje dom. Zeker in een omgeving waar het Internet of Things een belangrijke rol speelt. Het Internet of Things bestaat uit apparaten die via het internet in contact staan met andere apparaten. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op en de hoeveelheid apparaten groeit explosief. Hoe houd je dat beheersbaar? Bijna iedereen kent het leasen van een wagenpark. Je betaalt voor het gebruik en niet voor het eigendom. Dezelfde oplossing bestaat ook voor digitale apparatuur. Leasen heeft voordelen. Investeringskosten worden omgebogen naar gebruikskosten. Ook kan de apparatuur worden vernieuwd zodra de markt dat vraagt. Leasen is slim.